Een hele goede dag mensen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Grey Mode. We gaan nog verder in China. Ronde nummer 3, als ik dat goed zeg. Ronde nummer 3, ja. En we gaan gelijk weer naar de kwalificatie. Het regent er. And as we count down to that green light, I have to say, Anthony Davidson, that this rain is not showing any signs whatsoever of abating. I imagine we'll be looking at some last-minute setup changes to better adapt these cars to the conditions. What do you think? The trouble is, Crofty, they need to be thinking about the race tomorrow. You don't want to go jacking up the ride heights and piling on a few points of extra downforce that you're not going to want in the Grand Prix itself. The Parc Fermé regulations mean that you have to make that choice. The best thing the drivers can do is adapt with the tools they have available in the cockpit. Moving the brake bias forward will help stop the rear end slipping out under braking, and opening up the differential can really help tame the oversteer on corner exit. The drivers that can make best use of these techniques will have the best chance for success here today. Nou, dankjewel Anthony Davidson. Sorry. Ja, regen dus. Ik denk niet dat hij snel wegtrekt. Helaas, maar daar kunnen we niks aan doen. We gaan dus een outlap beginnen. Kijken hoe de auto voelt in de regen. We zijn dus naar buiten. We hebben al de tijd neergezet, er wordt een 1.52.4 op 1.56 seconden van Lewis Hamilton, zag ik volgens mij. Dus we gaan wat, we moeten wat verbeteren, hoop ik. Dus we moeten de tijd gewoon door en dan zien we dat we naar P8 zijn verwezen, wat best wel goed is. De auto qualifier, als dit zo doorgaat, dan naar Raikkonen uit dus. En we moeten dus naar een andere band switchen. Want het weer is helemaal omgeslagen. Het is namelijk nu in één keer droog weer. Kijk maar, de lucht is ook bewolkt. Geen regen meer. Met nog 2 minuten en 36 seconden op de klok. DRS dus geopend. Zodat Alexander Albon hier niet in de weg rijdt, hoop ik. Het wordt dus een P5. Wat hartstikke goed is. Albon naar 6 trouwens. Russell naar 5. Maar er moeten nog heel veel jongens komen. Dus ik weet niet of dit... of dit verstandig is. P14 inmiddels. We duiken naar binnen. Is inmiddels P17, want die andere jongens die gingen ook gewoon nog naar buiten, dus ja, helaas. Maar hopelijk kunnen we dat in de race terugkeren. En misschien kunnen we onze eerste punten pakken in de Formule 1. Ik hoop het, we zullen zien. Sorry. Uitslag, Vettel dus op pole, Verstappen naar 2 en Charles Leclerc naar 3. Gasly naar 4 en Lucas Weber naar 10. En wij stellen teleur op P17. Dus wij moeten het in de race terug gaan vinden. Minimaal P12 denk ik, dat is ons doel.
Nou, de resultaten. We verliezen ten opzichte van Raikkonen en we verliezen ook ten opzichte van George Russell, maar dat kunnen we gewoon weer goed maken. Sorry. Resource points voor de upgrades. De reputatie is wel wat gestegen, maar niet zo heel veel. Well done. That was a good qualifying performance. Regen dus in de race, dus dat loopt wat voor spektakel. En dan gaan we nu gewoon door naar de race. It's time to find out which driver is up to the task of claiming the Chinese Grand Prix. We're here in Shanghai. The ever-tightening turns 1 and 2 will prove tricky in the slippery conditions here at Shanghai. And anyone that slides wide will lose a lot of time getting back on track. Turn 14 should still be the best place for overtaking, but we'll have to see some improvement in the weather before the drivers can take advantage of that DRS assistance. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. So, let's start with Lance Stroll. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And Max Verstappen lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Gasly, Nico Hülkenberg, and Hamilton, Bottas, Perez, Magnussen, and Lucas Faber, Norris, Grosjean, Devon Butler, and Ricciardo, Russell, the Professor, Kimi Raikkonen, and Alexander Albon, Sainz, and Lance Stroll brings the grid to a close. Now it's almost time to lights out. We gaan eens beginnen voor de grote prijs van China, Career aflevering 3 volgens mij. 4 renden zijn onderweg en we hebben een matige start, want Albon is al beter weg. We duwen er wel eventjes, maar dat lukt helaas niet en we zijn gewoon verwezen naar P19. Je ziet er helemaal niks. Oh, Stroll! Lance Stroll is gespind in de openingsronde. Ja, dat zeg ik goed. En die moet er van achteraan beginnen. Je ziet hier echt helemaal niks. Bij kan wel Alexander Albon naar de binnenkant switchen. Niet, want hij blokkeert ons. En hij duwt hier gewoon ons naar de curbs toe. En dat is nog steeds P18. Maar we kunnen hier een divebomb maken. Doen we ook. Raikkonen laat ons niet leven. Duwt hier ons gewoon in de ginbak. De AI is weer agressief. We duwen Albon er even terug. Hij zit er nog. Nu niet meer. P17. Sorry. Je ziet hier echt helemaal niks door die spray. Onvoorstelbaar. Raikkonen naar 16. Gaan we zeker doen. We kunnen hier niet aanvallen bij Kimi Raikkonen. Maar zit hij wel aan de buitenkant. Hier voor een betere exit zorgen. Die hebben we ook. En Kimi Raikkonen laat hem staan. Maar wij laten hem ook staan. De twee teammaten hier ook. Raikkonen heeft een betere exit. Maar wij hebben nu meer snelheid. In de slipstream. Alles staat open. Rich en Hotlap. Raikkonen gaat ook naar Russel toe. Daar komen we met aanval op Kimi Raikkonen aan de buitenkant. Maar Russel die... Ja, oh, die gooit daar gewoon het gat dicht en wij moeten ontwijken. En dus hebben wij een 5 seconden time penalty gekregen. Stappen zet de snelste ronde neer, 1.46.0. En wij naar P16. Klotsgek openingsronde hier in China. Raikkonen kan hier niet aanvallen. Russell, we rijden ook niet naar George Russell toe. Maar hier, nee, ik denk misschien hier gaan we voor een gat, maar die was er niet, dus we konden er ook niet naartoe. Hier een betere exit dan George Russell. Aan de buitenkant helaas niet, want die Mercedes motor is ijzersterk. Raikkonen heeft een probleem
hoor ik, terwijl we na George Russell zitten, hebben we hier een betere exit dan George Russell. En dat is P15, maar hij geeft niet op, hij zit er nog aan de binnenkant. Maar nu is het dus officieel onze plek. Raikkonen heeft dus een probleem, ons teammaatje in de Alfa Romeo. Ricciardo is de volgende die wij moeten gaan verslaan. Ronde nummer 3. En Ricciardo voelt hier wel de druk van ons. Betere exit dan Ricciardo in de slipstream, maar we kunnen hier niet gaan aanvallen. We raken bijna Ricciardo. We blokkeerden ook onze wielen volgens mij. Aan de buitenkant misschien proberen? Nee, helaas. Hij rijdt ook niet naar Devin Butler toe hoor, Daniel Ricciardo. Die zijn allemaal treintjes rijden, dus we moeten ervoor zorgen dat deze treintjes nu worden onderbroken door inhaalacties te doen. Paars in de eerste sector, groen in de tweede sector. Misschien kunnen we hier een betere exit voor zorgen. Maar wel wijd voor een betere exit. We hebben ook een betere exit. Ricciardo laat ons leven. Laat ons leven. Hij laat ons leven gelukkig. Oh nee, hij laat ons niet leven. Hij raakt ons gewoon. En Ricciardo, laat nou los. Ja, Ricciardo is dus van het veld af. Is er namelijk weer teruggekomen. En volgens mij is dat niet goed gegaan. Albon is eruit. En Ricciardo is er ook uit. Die hebben elkaar geraakt op het lange rechte stuk. Volgens mij staat er ook een racing point stil. Zie ik dat goed op de kaart? Is dat Lance Stroll? Vraagteken? Nee. Laat maar. Terwijl wel een van de Ferrari's daar wel geel is in het einde van sector 2. Zullen we naar Butler toe rijden hier een aanvalwagen, maar ik denk dat Sebastian Vettel helaas uitgevallen is. Of het kan Charles Leclerc zijn. We hebben Butler inmiddels te pakken. En het was volgens mij Sebastian Vettel die uitgevallen is. De drie uitvallen is Ricciardo, Albon en Vettel. Even later zijn we aan het knokken met Romain Grosjean. Die laat hier ons niet leven. Zo, dat kan net eens een tikke save daar ook. Ronde nummer 5. En dan moeten we weer terug zien te knokken naar Romain Grosjean. Hopelijk dat we ook geen aanval krijgen van Devin Butler in zijn Williams. Norris naar 11. We kijken wel, maar helaas. Weet wel dat we een 5 seconden time penalty hebben vanwege een straf. Terwijl we Norris aan de buitenkant inhalen en dat is P11. Norris kan hier ook niet terugkomen. 0.7 naar Grosjean voor de punten. En wij rijden hier wel een klein beetje naar hem toe hoor. Oh, ik denk raak met gas, maar nee, net niet. We kunnen hier misschien een betere exit pakken door hier wijd te gaan. En dan hier eerder op het gas. En dat doen we ook. Daar komt een aanval op P10. En dat is P10. En als we het zo volhouden rijden we naar de punten. Weber is de volgende. Hij rijdt ook in de punten. Knapper voor een Williams. We hebben hier een betere exit dan Weber. Aan de buitenkant. Hij laat ons leven. Maar we raken elkaar wel. Want ik corrigeerde daar eventjes. Dus we moeten het hier gaan proberen aan de buitenkant. Lukt dat? Lukt dat? Ja, dat lukt. Hoop ik. Oh, it's close. Ja, het lukt. Het is gelukt. P9. Want we hoeven volgens mij niet meer te stoppen. Ronde nummer 7. Perez heeft hier een slechte exit. Wij doen weer hetzelfde. We pakken een andere lijn. En dat is nog steeds P9. Want die Mercedes power is goed. Kunnen we hier uitremmen. Hoppa, doen we ook. Maar Perez beweegt daar wel in de remzone. Misschien raken daar pijn aan Magnussen. Want we schoten rechtdoor. P8 dus. Met nog 7 ronden te gaan. Ja, wel even de cursus meegepakt. Waar we zorgen voor een betere exit. Inmiddels mag ze al gepasseerd. En het is geel. Stroll. Lance Stroll is dus eruit. Oké, okay. Nou dan weten we dat. Met nog 5 ronden te gaan. We rijden niet echt naar Nico Hoekenberg toe.
moet zorgen dat we dat wel gaan doen. Ja, dat zie ik ook, Jeff. Dat zie ik ook. En tiende langzamer dan onze beste lap zover. Dus tot dusver in China. Inmiddels aangekomen bij ronde nummer 12. Nog 200 te gaan. Goed in de middensector. En we rijden naar Nico Hulkenberg toe. We kunnen hem hier diep uitremmen. Hulkenberg verdedigt de binnenkant. Wij gaan naar de buitenkant. We schieten daar wel een klein beetje rechtdoor. Maar we laten Hulkenberg leven. En Hulkenberg laat ook ons leven. En wij tunen hier even naar buiten. Oh, dat was een touché met Nico Hulkenberg. En nu is de vraag, met nog twee ronden te gaan, kunnen wij Charles Leclerc pakken? Nu nog met een ronde te gaan, snelste race ronde is voor ons 1.43.3. En dat betekent dat wij nu een extra punt zouden krijgen. Gasly is inmiddels naar 5 gegaan, want Leclerc heeft hem gepasseerd. En wij rijden hier wel naar Pierre Gasly toe. We rijden ook naar Charles Leclerc toe. En als dit P5 zou worden, dan is dit grandioos. Een droomrace is dit dan. Als je genoten hebt van deze video, geef dan een like. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019 Career Mode. En reageer wat er beter kan worden. En volg me ook even op de sociale kanalen. Links zijn in de beschrijving. Social media, Instagram, Facebook en Twitter en dat soort dingen. Terwijl wij nu wel naar Pierre Gasly toe rijden. Goed in de eerste sector. Weet wel dat we een penalty van 5 seconden aan onze broek hebben. Dus als we Gasly hebben gepasseerd, dan moeten we 5 seconden van hem wegrijden. Zo niet, dan eindigen wij P6. Zicht is wel erg slecht hoor. Gasly heeft het moeilijk. Kijk maar, want we rijden gewoon in de slipstream naar hem toe. Alles openstaan. Daar komt de aanval op Pierre Gasly voor P5. We rijden hier diep. En dat is gewoon P5. Maar dat wordt uiteindelijk, als Gasly binnen 5 seconden zit, P6. Dus nu moeten wij in deze korte tijd 5 seconden van Gasly wegrijden. We hebben ook alles openstaan. Maar ik denk niet dat hem gaat worden. Het is dus niet gelukt om Gasly binnen een 5 seconden uit te rijden. Maar we hebben wel een achievement ontgrendeld. Voor Lucas en Devin in een Formule 1 race gefinished. The Red Bull team are ready and waiting to celebrate a thoroughly well-deserved win. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack. Having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later, and can put you a long way up the road. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team. Nou, de uitslag, Verstappen wint dus de wedstrijd. En wij dus na P6 vanwege die 2 seconden straf. Wij pakken dus gewoon onze eerste punten in de Formule 1. Supermooi dit. En wij krijgen de Driver of the Day van Anthony Davidson. Dankjewel Anthony. Held, strijder. Naar het klassement. Wij hebben punten gepakt. We zijn naar P6. Wij zijn dus naar P9 gegaan. En dit was een hele super race. Dit was gewoon een super race. Dan nog even naar, nou, volgens mij naar de interview en de resource points. Ik weet niet of er ook een interview komt, maar dat zullen we daar wel even zien. Ja, een interview. Good day today. Let's have your take on it. That race put you ahead of your old F2 teammate in the championship. How competitive are the two of you? Ik ben graag een sportsmanship eigenlijk, dus dat gaan we nu het meeste hier doen in de career. Sportsmanships antwoorden voor de interviews.
You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. How do you feel the weather affected the outcome today? Appreciate your time. Dankjewel, Claire. Nou, de resultaten dus. We verliezen ten opzichte van Kimi Räikkönen. En we staan gelijk met George Russell. Met de rivaliteit. De resource points voor upgrades aan de auto. In Azerbeidzjan komt er trouwens ook een grote upgrade aan. Kijk eens, 943 totaal. Reputatie is flink gestegen. We kruipen meer richting dat sportsmanship toe. Excellent result today. Finishes like that will look good on your contract reviews. On to the next one. Okay. Looks like one of your rivals has also been invited to a historical event. This could be a good opportunity to play up your rivalry for the press and expand your reputation. Ja, dat kan. Even de berichten kijken. Dankjewel, Carl, denk ik. Ja, Emma met events. Hey, interview van met Lucas Weber en Devin Butler. Kijk wat ze zeggen. Ja, even kijken waar die knop zit voor naar beneden te gaan. Even lastig. Ah, zo moet dat dus. Oké. Oké, dankjewel Lucas. Dankjewel. Nou, en de rest dan later dan voor de volgende keer. Nou, dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat even een like achter als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019 de Career en Podcast 2 de Career. En reageer wat ik beter kan of moet worden in deze video. En volg me ook op sociale kanalen op Instagram, Facebook en Twitter. Links in de beschrijving. Dan zou ik zeggen, fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 de Career. Dan gaan we verder in Azerbeidzjan. Een fijne dag nog verder en tot ziens.